Moet er even wennen aan de naam. Waar ga je heen? Nou, we gaan als eerste gaan we naar Walibi toe. En dan gaan we als eerste gaan we in de achtbaan Untamed. Oké, ja, dat klinkt toch wel weer. Hallo allemaal en leuk dat je weer kijkt naar een gloednieuwe Planet Coaster. Jullie weten het, 2 dagen geleden heb ik een video opgenomen. Als afscheid van de Robin Hood in Walibi. Walibi Holland. Nu heeft dezelfde maker van die achtbaan. Die heeft ook een tijdelijk ontwerp gemaakt van de nieuwe achtbaan Untamed. Die dus binnenkort in Walibi komt. Oh, er ging maar bijna wat vallen. Maar het echte ontwerp is nog niet bekend. Dus dit is gewoon een tijdelijke remake ervan. Om een klein beetje de indruk te geven hoe het er een beetje uit komt te zien. Als het zover is, als de nieuwe achtbaan er staat. Als je kijkt naar mijn vorige video en deze video. Zien jullie dat het stationsgebouw nog steeds hetzelfde is. Het is nog niet duidelijk of dat het stationsgebouw ook echt blijft. Of dat ze het stationsgebouw houden. Of dat er gewoon een nieuw stationgebouw komt. Maar jullie zien het in ieder geval. De Robin Hood is dus ineens staal geworden. We hebben een stalen trek gekregen. En het is nog allemaal een beetje hetzelfde allemaal. De winkeltjes. Dat stond bij het andere park ook. Alles ziet er een beetje hetzelfde uit. Alleen de achtbaan is natuurlijk veranderd. Daar staat een soort Enterprise. Staat daar. Maar we gaan even kijken wat het is, jongens. Omdat het een leuk baantje geworden is. We gaan even kijken. En er staat een enorme wachtrij. Het is ontzettend druk. Is het. Hier is de ingang. Nou, jullie zien het. Er staat nog een Robin Hood op. Ik denk dat toen de maker van dit project begonnen is aan dit project en toen het klaar was. Ik denk dat dat voor de periode is geweest, voor afgelopen zondag. Afgelopen zondag is dus bekendgemaakt hoe de nieuwe achtbaan gaat heten. Untamed gaat die heten. En hier staat nog Robin Hood op, dus dat kan weg. Hij krijgt natuurlijk een andere naam. En hier gaan we allemaal door de wachtrij heen. En dan gaan we hier naar het station. Stationsgebouw. En dan gaat er weer een achtbaan weg. Dan stappen we maar in de volgende. We wachten even netjes tot hij aankomt. Dan wachten we natuurlijk ook even netjes tot iedereen netjes is uitgestapt. De poortjes open gaan. En dat we naar binnen kunnen. We gaan in ieder geval even kijken. Wanneer gaan de poortjes open? Weet je wat we gaan doen? We gaan gewoon. Oh, het is al te laat. We gaan even gelijk de camera wat doen. En dan gaan we kijken hoe deze nieuwe achtbaan is, jongens. Ik ben reuze benieuwd. Ik heb hem nog niet gezien. Dus ik weet niet wat er allemaal staat te gebeuren. Het is hetzelfde stationsgebouw is het. Dus het bochtje naar beneden. De hoek om. En de optakeling zag ik dat een beetje hetzelfde was. Ook de remmen zijn hetzelfde. En daar gaan we hoor. We gaan eens even kijken. Dit is een beetje hetzelfde allemaal. Dat was bij de Robin Hood ook. Ook de liftheuvel omhoog. Dus op dezelfde plek als de Robin Hood. Alleen deze optakeling is wat hoger. Want deze achtbaan die gaat natuurlijk harder. Hij gaat harder. En er komen ook loopings komen erin. Of in ieder geval inversies. Dus over de kop heen gaat.
Nou, ik ben reuze benieuwd, dus we gaan wel. Ik zal wel even. Wow! En dan kan ik hetzelfde. Deze niet. Wop! Dat is de eerste versie. Wop, en nog een looping. En nog eentje, jongens. Dus de derde al. Dan gaan we weer omhoog. En zo, dat is de vierde al. En dan vind ik wel een pop. Ik weet niet of het nu een echt overkomt gaat. Waarom ontwerp is ook niet bekend. Dus dat ook voor mij nog niet. Ik heb ook nog niet doorgekregen hoeveel conversies die je afbaan krijgt. Dus ja, dat is allemaal niet bekend. En dit was het. Ja, het ziet er leuk uit. Het stationsgebouw en het reserve opstelspoor. Dat is allemaal hetzelfde gebleven. Ook het station is hetzelfde als de Robin Hood. Dat is dus nog niet bekend. Het is nog niet bekend. Of dat is hetzelfde stationsgebouw, had ik het al verteld. Maar dit was het ritje, jongens. Ja, het is een leuk ritje. Hij is echt super mooi, is die. Ook die inversies vind ik wel leuk. En aardig wat inversies ook. Kijk, daar gaat hij. Ik moet even snel wezen. Dan kan ik misschien een klein beetje de baanverloop zien. Hier ging hij al over de kop heen. Hier gaat hij weer naar beneden. Dan gaat hij ook nog een keer over de kop. En hier gaat hij nog een keer over de kop. En daar ook. En dan schuin een bocht omhoog. Een paar heuveltjes voor airtime. Hier is schuin nog naar beneden weer. En dus airtime heuveltjes erbij. Maar het is een leuk baantje. We gaan wel zien wat er, hoe die in het echt gaat zijn. Want het is natuurlijk nog niet bekend hoe die eruit komt te zien. Dus dit was even een project van degene die dit gemaakt heb. Twicky Place of zo heette die. Moet je maar opzoeken in de Steam Workshop. Dan kan je hem ook downloaden. En kan je hem ook spelen. In ieder geval, jongens. Dit was in ieder geval even een korte aflevering van Planet Coaster. Met de, tussen aanhalingstekens, nieuwe achtbaan van Walibi Holland. De Untamed is het. Ik moet er even wennen aan de naam. Waar ga je heen? Nou, we gaan als eerste gaan we naar Walibi toe. En dan gaan we als eerste gaan we in de achtbaan Untamed. Oké, ja, dat klinkt toch wel weer. Nou, in ieder geval, jongens, vonden jullie deze video leuk? Doe een duimpje de lucht in. Als je nog niet geabonneerd bent, schandalig. Schaam je eigen. Word gewoon lid. Abonneer gewoon op It's All Tracks. En doe een duimpje de lucht in voor deze video. Als je abonneert, druk op het belletje, want we worden jullie terug te houden. Als er weer een nieuwe video, livestream of een première is, dat ik weer ergens naar een pretpark ga. Ga ik binnenkort ook heen. Ik ga nog even niet vertellen wanneer. Maar dat kunnen jullie allemaal nog zien. Jongens, allemaal bedankt voor het kijken. En ik spreek jullie allemaal heel snel weer bij een nieuwe video of vlog hier op mijn kanaal. Iedereen de groetjes en ik zou zeggen bye bye.